Toffers. Ja, ineens stond hij voor de deur van een wijkcentrum in Den Haag gisteren, waar veel familieleden en vrienden van slachtoffers samenkomen. Samen met de burgemeester van die stad bracht hij een bezoek. Hij hoorde de verhalen aan van de mensen die daar aanwezig waren. Een vrouw vertelde hem dat 11 familieleden onder het puin vandaan zijn gehaald. En een ander vertelde dat de mensen die in het getroffen gebied wonen, die hij spreekt, het ook ontzettend moeilijk hebben. Nou, de koning die benadrukte dat heel Nederland met hen mee leeft en met deze heel moeilijke situatie ook, en wensen iedereen ontzettend veel kracht en sterkte toe. Denkt u, meneer Emhuis, dat dat toch helpt voor deze mensen, dat dan de koning komt speciaal? Ja, absoluut. Dit is gewoon geweldig. Kijk, de Turkse diaspora die is groot. Die hebben volgens mij 400.000 mensen. Hè, en ook de Syrische mensen die hier zijn. Die hebben elke dag hangen die aan de telefoon met ofwel familie, indirecte familie in die regio. En die maken dat ook mee. Ik heb gisteren nog iemand gesproken bij ons in het dorp in Panningen, waar ik vandaan kom. Die komen ook uit het gebied. Die komt elke zomer komt die daar. En dus die hebben ook elke dag contact met de familie van de vrouw, de familie. En dus wat de koning hier doet, ja, dat is Nederland inderdaad. Hè. Dichtbij, ga daar een luisterend oor hebben, want dat geeft ook dat samen zijn gevoel. Heel belangrijk. Ja,